Wil van Nuenen van de PvdA vroeg aandacht voor laaggeletterdheid tijdens de raadsvergadering van afgelopen dinsdag. Waarom vraag je aandacht voor laaggeletterdheid? Nou, laaggeletterdheid is een landelijk probleem, hè, zoals ik ook al zei. Maar ook in Rijswijk is het schrikbarend hoog. 1 op de 10, hè, zoals ik ook al zei, Rijswijkers, heeft hiermee te maken. Dat betekent dat die 1 op de 10 Rijswijkers, dat zijn er 5000, toch niet volwaardig mee kunnen doen in onze samenleving. En dat is eigenlijk niet acceptabel. En dat probleem dat we zien, heeft dat te maken met mensen van niet-Nederlandse komaf? Ja, onder andere ook. Het zijn ook nieuwe Nederlanders, zoals ik zei. Maar het zijn, en dat vergeten we eigenlijk te gauw, ook Nederlanders die hier al jaren wonen. En bijvoorbeeld na hun basisschoolleeftijd eigenlijk nooit goed hebben kunnen lezen en schrijven. Dus er eigenlijk ook al jaren last van hebben. En er ook, wat ik me heel goed kan voorstellen, ook best wel zich voor schamen. En dan niet zo gauw mee naar buiten komen. Ik vind 10% laaggeletterdheid in Rijswijk echt aan de hoge kant. Wat mij betreft moeten we dus ook met prioriteit die laaggeletterdheid bestrijden. Er is een actieplan in Rijswijk om laaggeletterdheid aan te pakken. Dat richt zich op 3 elementen. 1 is vroegsignalering. 2 is de leesbevordering inzetten in het onderwijs. En 3 is educatie. Dus echt om laaggeletterdheid buiten het onderwijs aan te pakken. Als het aan mij ligt, dan zou ik heel graag zien dat we wat meer wijkgericht die laaggeletterdheid, dus dicht bij de doelgroep, aanpakken. Dus mensen echt zo dicht mogelijk bij hun eigen huis, bijvoorbeeld op de school van hun kinderen of in een wijkgebouw of elders waar die mensen toch al komen, werken met de mensen om aan die laaggeletterdheid echt een einde te maken en ze daardoor ook wat beter te kunnen laten functioneren in de wijken. Dus ik ben heel benieuwd naar de aanpak van de wethouder. En we blijven daar als Partij van de Arbeid in ieder geval heel erg scherp op wat er gaat gebeuren. Want er moet echt op korte termijn een verbeterslag gemaakt worden.